voorwerp dat hier nu bij mij staat is heel apart. Het is een nonne of een begijnenspiegel. Nu, begijnen en nonnen mochten zich eigenlijk niet spiegelen, want je spiegelen en optutten en zo werd beschouwd als een zonde, ijdelheid, hoovaardigheid. En dat kon niet gebeuren, zeker niet in kloosters. Maar sommige coiffures van nonnen zijn heel ingewikkeld en soms moesten ze zich dus toch kunnen spiegelen. En dat gebeurde dan in dit type van spiegel. Centraal op zo'n spiegel staat Christus en dus ze konden nog altijd naar Jezus kijken, maar links en rechts konden ze zichzelf zien om te zien of alles goed zat. Er bestaat daar trouwens een variant van en dat is deze medaille, maar die kan je opzij schuiven en dan heb je ook zo'n spiegeltje. Het voorwerp is heel oud, het is een 200 jaar oud. Intussen gebruiken nonnen heel gewone spiegels zoals wij allemaal. Thank you.